Nederland is de melkproductie per hectare 18.000 kilo per jaar. De hoogste van Europa. Over 10 jaar willen wij de wereldwijde marktleider zijn in voedingrijke, duurzame zuivelproducten. Nederland is een van de meest geschikte regio's voor voedselproductie in de wereld. Hoogproductieve landbouw zoals die in Nederland bestaat, spaart wereldwijd ruimte en landgebruik. De Nederlandse natuur en ons door boeren en tuinders gecreëerde en onderhouden natuurlandschap is prachtig. Nederland is een prachtig land. Een land om trots op te zijn. De Holstein-Friesian-koe is het belangrijkste koeienras in Nederland. De grote, slanke koeien zijn gemakkelijk te melken en daardoor ideaal voor melkveehouders. En ze hebben ook nog eens sterke Nederlandse roots. Met recht een koe om trots op te zijn. Vijftig jaar geleden leverde een koe in Nederland gemiddeld 4000 kilo melk. Nu 11.000 tot 12.000 kilo. Een productieve koe kan 14 jaar oud worden. In Nederland gaat een koe na 6 jaar naar de slacht. We accepteren dat het houden van dieren, zowel als hobby als voor de landbouw, gevolgen heeft voor hun vrijheid en natuurlijk gedrag. Wettelijke beperkingen belemmeren het bestaansrecht van ondernemers en de vrijheid van het individu. De Nederlandse boer kent overal de schuld van. CO2-emissie, luchtverontreiniging, vervuiling van het oppervlaktewater, uitsterven van insecten door gewasbeschermingsmiddelen, afname van biodiversiteit, uitsterven van weidevogels, ontbossing van tropische oerwouden voor veevoer, fijnstof. Weet u wel wat er gebeurt in de gezinnen? Wat er aan keukentafels gebeurt? Hoeveel tranen er al wel niet zijn gevloeid? Hoeveel verschrikkelijke gevolgen alle ellende voor de boeren heeft gehad? Boeren willen waardering en respect. En niet uitgemaakt worden voor dierenbeulen, milieuvervuilers en gifspuiters. Als jij op een koeienbedrijf komt met 200 koeien, hebben die gewoon een mooie ruime stal, droge lichtplekken en ze worden 2 keer per dag gemolken. Als ze klauwproblemen hebben, komt de dierenarts meteen. Nou, er zijn heel veel bejaarden die zouden willen dat de huisarts meteen komt als ze pijn aan hun voeten of een ontsteking hebben. Onze boeren, tuinders en vissers moeten gekoesterd worden, omdat ze belangrijk zijn voor onze voedselvoorziening en het Nederlandse cultuurlandschap. En onlosmakelijk deel zijn van onze Nederlandse cultuur. RIVM heeft het fout. De landbouw is niet voor 46% verantwoordelijk voor de stikstofuitstoot, maar voor 25%. De boeren hebben gelijk. Er is een ronduit bezopen stikstofbeleid. De Kamer, de minister en de minister-president zouden excuses moeten maken aan de veehouderij en het land vanwege het niet begrijpen van het eigen computerspelletje, de virtuele stikstofgame van het RIVM. Ik wil een ode uitbrengen aan de onderzoekers van het Mestdag Zuivelfonds. Het RIVM heeft gelijk. Onze cijfers kloppen niet. Maar we wilden vooral vragen oproepen. Waar baseren we ons beleid op in Nederland?
Gaat dat wel eerlijk? Worden wel de goede keuzes gemaakt? Want ze zijn voor hem over leugens, aannames en rekenmodellen, waardoor wij dreigen opgeoefend te worden, dan zijn we hier in Bilthoven aan het goede adres. Waar het gebruik van modellen onontkomen is, worden ze mede gebaseerd op meten en weten en op werkelijke waarnemingen in de praktijk. Boeren en tuinders werken al eeuwen met de bodem, dieren, omgeving en natuur. Zij zijn de professionals. De vakkennis van de boeren staat centraal. De boer staat aan het roer. We begrijpen dat minister Wiersma zich concentreert op het regeerakkoord en op haar charme-offensief in Brussel. Maar ook die acties lossen het korte termijn probleem op het boerenerf niet op. Er moet nu wat gebeuren. Agractie staat niet voor de gevolgen in wanneer de minister niet op zeer korte termijn beslissingen neemt die de plaatsingsruimte voor mest vergroot. Sloten en polders is enorm vervuild. Het is niet alleen troebel. De sloten zitten vol met stikstof en fosfor. Uit onderzoek blijkt dat minstens de helft van de vervuilende stoffen in het water terechtkomt door de boeren. Mest en pesticiden spoelen vanaf het erf de grond en de sloten. Om het water te beschermen mogen boeren voortaan in plaats van 250 kilo mest nu nog 210 kilo uitheiden. Onzin! Wij worden aangekeken op de vervuiling, terwijl niet bewezen is dat het alleen door ons komt. Laat ze maar opnieuw onderzoek doen. Dat duurt sowieso een jaar, dan gaan wij ons daarna op nieuwe stappen beraden. We kunnen de overtollige mest tijdelijk opslaan in mestzakken, lege silo's op industrieterreinen en in scheepsruimen. Daar ga ik naar kijken. Intussen kunnen de provinciale plannen voor natuurherstel, verduurzaming en verhuizing en uitkoop van veeboeren voorlopig in de ijskast. U zult nog even moeten wachten op mijn nieuwe aanpak van het stikstofplan. Rabobank en melkrobotfabriek Lilly slaan de handen ineen om stikstofuitstoot op melkveebedrijven te reduceren. Wij plaatsen 96 Lilly Spheres verspreid over alle Nederlandse provincies. De Lilly Sphere is een installatie die de stikstofuitstoot in de stal van een melkveebedrijf met maximaal 70% verlaagt. Friesland Campina zal een vergoeding geven aan de bedrijven. Lilly geeft korting op de aanschaf van het systeem en de Rabobank heeft een gunstig leningsvoorwaardenpakket samengesteld. De term innovatie is een beetje besmet geraakt in de land- en de tuinbouw. Dat komt door innovaties die beloftes niet waarmaakten, zoals de emissiearme stalvloeren. Dat argument wordt gebruikt om de verwachtingen bij andere innovaties te temperen. Dan gooi je het kind met het badwater weg. Want er zijn tientallen innovaties die echt perspectief bieden. Zeker als het gaat om mestverwerking, de inzet van drones en plukmachines en veredeling van gewassen. In het hoofdlijnenakkoord van de regering schoof
is er dankzij BBB meer budget vrijgemaakt voor innovatie. 85% van de faunaschade wordt veroorzaakt door ganzen. De BBB wil de jacht op ganzen uitbreiden, ten behoeve van mensen die het nodig hebben. Bijvoorbeeld voedselbanken en dakloze opvang. In ons toekomstscenario wordt de stikstofcrisis zoveel mogelijk opgelost met mestrobots en luchtwassers. Krimp van de veestapel is dan niet nodig, terwijl de melkproductie op peil kan blijven. Het aantal melkveehouders zal wel krimpen, van 15.000 naar 10.000 in 2030. Want bedrijven moeten groeien om de benodigde apparatuur te kunnen betalen. De groei van het ene bedrijf betekent het einde van het andere. Het is een kwestie van ruimte en markt. De veestapel krimpt al en die zal nog verder krimpen, omdat veel boeren zullen stoppen de komende jaren. Door wet en regelgeving, geen opvolger, te weinig toekomstperspectief. Ruimte die ontstaat door vrijwillige bedrijfsbeëindiging wordt ingezet om voor andere agrariërs continuïteit te bieden. Wij steunen de koplopers, de grootste en de beste. De boeren die deze investeringen niet kunnen betalen, verdwijnen sowieso. Trots, lef en hoop en het kunnen verdienen van een goede boterham zijn de kern van het land, tuinbouw, visserij en natuurbeleid. Gaan we meteen door? Ja. Hier.